Je hebt er erg veel plezier in. Jawel, ja hoor. Want je zou moeten beginnen bij de klokken, boven. Aan de klepel zit een draad. En die draad gaat uiteindelijk hier uitkomen. En hier zit die draad dan gehecht aan de toetsen van het klavier. Hè, waarvoor zit is het bijaardklavier. En die toetsen die zijn anders van vorm dan bij een piano, maar ze hebben dezelfde volgorde. Je hebt C, D, E, F, G, A, B, C. En de zwarte toetsen die zitten daar dan boven. Ja, dus vies, gies, bes enzovoort. Alleen in dit geval heb ik enkel klokken op de witte toetsen. En er is één bes en er is één vies. Dat zijn de enige zwarte toetsen. Deze zijn alleen maar om de weg te kunnen vinden. De handtoetsen zijn wat je het meeste gebruikt. En er zijn nog een paar pedalen die je met de voeten speelt. En die zijn er eigenlijk alleen maar voor om de laagste klokken een beetje gemakkelijker te kunnen spelen. En die klokken, dat is weliswaar gewoon een reeks tonen, zoals je ze ook zo hebt op een piano of een orgel. Alleen de muziek, ja, je moet een beetje de dingen zelf ook verzinnen. Je hebt bijaardmuziek die speciaal geschreven is voor de bijaard, dat is niet zoveel. En de bijaardmuziek die geschreven is, dat is in de 17e, 18e eeuw, is dat voor bijaarden van, nou zeg maar, 3 octaven. 19e, 20e eeuw, zeker de 20e eeuw, dan krijg je bijaardmuziek die is gemaakt voor een bijaard van 4 octaven. Hè. Dan heb je dus een instrument als dit, met 4 octaven, volledig chromatisch. Zulke grote bijaarden, ja, dat hebben we hier niet. Hè. We hebben hier alleen maar een oude bijaard, rond 1600 gemaakt. En voor die instrumenten hebben we eigenlijk geen muziek. Er is geen muziek geschreven voor deze bijaard. De muziek die ik nou speel, dat is dus ofwel een kleine improvisatie, of het is een volksliedje waar ik een bewerking van maak. Of het zijn stukken, ja, muziek bijvoorbeeld voor viool of voor fluit of soms ook wel eenvoudige pianostukjes die ik dan bewerk zodanig dat ik ze toch hier kan spelen. Dus dat is een beetje uitzoeken. Hè? Het moet niet, omdat ik natuurlijk alleen maar de witte toetsen heb en die 2 zwarte toetsen, is er een heleboel muziek die niet kan. En je moet het een beetje uitzoeken.